deze studiedag is eigenlijk een dag om echt te gaan leren van elkaar. Een dag waarbij we gaan horen van anderen wat zij geleerd hebben van hun ervaringen, zodat we die ook kunnen vertalen naar onze eigen evenementen toe. Het is nadrukkelijk niet een seminar of congres zoals we dat kennen, maar veel meer georiënteerd op kennis en kennisontwikkeling en kennisdeling. Ik hoop dat dit soort bijeenkomsten ook een aanzet zijn om vaker en veelvuldiger en structureler met elkaar te kunnen overleggen als het gaat over evenementen. De Geskefeesten zijn officieel geopend! In essentie is de kern van het verhaal dat er zeer veel maatwerk nodig is in de opzet van een grootschalig evenement. Dat verschillende stadsdiensten zeer goed moeten samenwerken, ook met organisatoren. Dat daar zeer erg moet gekeken worden naar de realiteit, de dingen, los van de theoretische planningen. Bijvoorbeeld is dat, je kan een veiligheidsplan hebben, je kan een plattegrond intekenen, maar in realiteit merk je dat de boom die in het teken staat toch een stukje groter en dikker is dan op het plan. Dan moet je je aanpassen aan die realiteit die anders is dan dat je verwacht had. Dat zijn heel belangrijke aspecten bij het organiseren van grootschalige evenementen. En daarnaast was in de uiteenzetting ook tijd om nog een stukje in te gaan op de verschillen tussen politie, sfeerbeheer, security. En hoe dat die zich verhouden tot elkaar. Nou, even ons hoofdrapport hebben we genoemd twee werelden. En daarmee bedoelen we eigenlijk verschillende dingen. Niet wat veel mensen denken. Offline wereld, online wereld als twee verschillende. Dus aan de ene kant een hele oude tegenstelling tussen verschillende generaties. En in een jongere generatie voel je eigenlijk sociale media heel normaal is. Een patroon van dagelijks leven. Daar is dus geen onderscheid tussen. En een oudere generatie. Dus het verschilt van de jongeren en die niet zo vertrouwd is met sociale media. Maar een andere manier waarop je naar twee werelden kunt kijken is, enerzijds, nou, we zitten hier op evenementen, feest, leuk en de behoefte aan feest. En het is zelfs een exportproduct van Nederland geworden, de manier waarop wij feesten organiseren. Maar tegelijkertijd is die de behoefte aan veiligheid. Van alles moet wel goed lopen, er mogen geen risico's zijn, er mag eigenlijk niks meer misgaan. Nou, hoe breng je die met elkaar in evenwicht? En eigenlijk dat is meteen ook een belangrijke conclusie van ons als commissie. Dat we eigenlijk daar weer goed als met elkaar over moeten hebben. Over die spanning die er is aan enerzijds tussen feesten, anderzijds die behoefte aan veiligheid en grenzen stellen. En of we daar niet weer eens opnieuw naar moeten kijken. Ik zou iedereen adviseren om in ieder geval bekend te raken met social media. Het begint eigenlijk al bij de risicoanalyses vooraf, zeker bij een evenement. Kijk gewoon wat er speelt. Treed inderdaad in contact met je doelgroep. Probeer te begrijpen hoe zij digitaal zich acteren. Connect echt. Hè. Social media is een medium bij uitstek om verbinding te maken. En dat begint bij slim kijken. Vervolgens kan je slim communiceren. Je kunt ook slim interacteren. En met name dat laatste zie je nog vrij weinig. Daar liggen heel veel kansen.